Je kent het wel. Je zit op de metro en plots remt hij superhard, waardoor iedereen naar voren vliegt. De vraag is, hoe komt het dat dit zo vaak gebeurt? En vooral, waarom moet dat zo brusk? Ik zeg het je nu al, het heeft geen zin om je te ergeren aan de metrobestuurder. Natuurlijk kan die ook remmen, bijvoorbeeld wanneer hij een station binnenrijdt. Maar die bruske rem is meestal de noodrem. De noodrem is een systeem dat ervoor zorgt dat metrostellen nooit met elkaar kunnen botsen. Soms kan de bestuurder de noodrem zelf activeren, maar meestal treedt die automatisch in werking, bijvoorbeeld wanneer een metrostel in de zone komt van een ander voertuig. De noodrem wordt ook geactiveerd wanneer de bestuurder meer dan 2 km per uur te snel rijdt, wanneer hij een rood sein heeft gemist of wanneer er technische problemen zijn. De rem treedt gemiddeld zo'n 10 keer per dag in werking. Maar kan dat dan niet op een zachtere manier? Nee, eigenlijk niet. Want het automatisch systeem kent maar 2 standen. Rijden of stoppen. Een bestuurder kan een inschatting maken, maar de noodrem niet. Dus gebeurt dit gewoon zo snel mogelijk. Vervelend? Ja, misschien. Maar door dit systeem zijn er in Brussel nog nooit 2 metrostellen tegen elkaar gebotst. Komt de metro op een rustige manier tot stilstand, dan is het de bestuurder die handmatig remt. Remt de metro heel plat, dan is het hoogstwaarschijnlijk de noodrem die in werking treedt. Die zorgt ervoor dat een botsing tussen 2 metro's niet mogelijk is. Omdat de automatische rem altijd in werking kan treden, raadt de MIVB reizigers die recht staan aan om zich steeds vast te houden.